Welkom bij het webinar aan de slag met de invoering van de wet wijziging woonplaatsbeginsel. Alweer het vierde webinar dit jaar. Mijn naam is Dimpje van der Zanden en ik ben als communicatiemanager betrokken bij de implementatie van het woonplaatsbeginsel. Vandaag staat het thema zorgcontracteringen centraal. Ah, nu zie ik mijn... Ja, we zien de agenda weer. Deel 3 van dit webinar, maar hier ligt wel de focus op van dit webinar. De vraag, hoe gaan we om met contracteren van zorgaanbieders door nieuw verantwoordelijk gemeente? De vorige 3 webinars waren vooral relevant voor gemeenten, maar dit webinar is ook voor zorgaanbieders en gemeenten heel erg relevant. Wij zijn al een behoorlijke tijd intensief bezig met zorgcontractering, want het is geen sinecure. Maar dit heeft nu geresulteerd in een keuzemodel met 4 opties. En Hester Heringa van VNG en Hananya van Omme van Jeugdzorg Nederland zullen het keuzemodel straks toelichten. De komende 4 weken ronden we ook nog een aantal werkzaamheden af die nodig zijn om de 4 opties uit het keuzemodel te realiseren. En in een volgend webinar, dat we half september gaan organiseren, gaan we dieper in op deze uitwerking. Voordat Hester en Hananya het over zorgcontractering gaan hebben, staat Truus Fernhout nog even stil bij de gegevensoverdracht. De gegevensoverdracht gaat tussen jeugdigen, tussen de gemeente. En dat gaat dan om de jeugdigen die per 1 januari 2022 administratief gaan verhuizen. En het vorige webinar zijn we met dit onderwerp afgesloten. We starten dit webinar, zoals als u al vaker hebt gekeken, met even een aantal praktische zaken. Bent u al vaker ingelogd op ons webinar, dan kent u deze sheet. We hebben op de website e-sociaal domein hebben we de community, een groep woonplaatsbeginsel jeugdwet. En daarin staan alle bestanden en documenten, blogs, de agenda items die allemaal te maken hebben met de implementatie van het woonplaatsbeginsel. Ook vandaag zullen we weer een paar keer refereren aan de community, aan de bestandenmap. En dan kunnen we naar de documenten die u hier kunt vinden. Binnen 2 dagen ontvangen jullie per mail de link naar YouTube, waar je dit webinar vandaag kunt terugkijken. En dan, daar zit ook de PowerPoint-presentatie van dit webinar bij. De vragen die kunnen gesteld worden in de chat. Een deel daarvan proberen we direct te beantwoorden. En de andere vragen die voegen we toe aan onze Q&A. En die komen, we hopen binnen 2 weken, via de e-mail jullie kant op. De planning. Dit plaatje is voor diegenen die vaker naar ons webinar hebben gekeken ook bekend. We zijn vandaag 5 juli. De gegevensoverdracht. Deze week kunnen we starten met de gegevensoverdracht. Nou, daar hebben we het vorige webinar bij stilgestaan. En daar gaat Truus zo meteen nog even kort op in. En tussen 1 augustus en 1 december staat het zorgcontractering centraal. Nou, dit webinar gaan we daarop in. En op 16 september hebben we een volgend webinar waar we ingaan op de uitwerking van de zorgcontractering. En in de mail die u morgen of overmorgen krijgt met de link naar dit webinar, zullen we de exacte datum, de exacte tijdstip vermelden van het webinar van 16 september. En daarin treft u dan ook al een aanmeldlink aan voor dit webinar. Dan ga ik nu het woord geven aan Truus Fernhout voor de gegevensoverdracht. Ja, dankjewel Dimfie. En ik zie de techniek staat weer voor niets, want we schakelen razendsnel van Den Haag naar Borculo, diep in de Achterhoek. Goedemiddag iedereen die nu weer ingeschakeld is. Ik ben inderdaad Truus Fernhout van het ketenbureau e-sociaal domein. En ik zit ook in het landelijke projectteam als projectleider. En ja, we pakken de draad eigenlijk weer op waar we hem vorige keer hebben laten liggen. Toen heeft mijn collega Richard uitgebreid verteld hoe de gegevensoverdracht tussen gemeenten gaat plaatsvinden. Nou, voor een deel, maar in het kort, ga ik dat even herhalen. Dat is handig om inderdaad weer even de draad op te pakken, want het is voor sommigen misschien best wel ingewikkeld. En ik weet ook niet, er zullen ongetwijfeld mensen zijn die de vorige keer niet bij waren. Dus neem me niet kwalijk dat een aantal sheets wat bekend voorkomen. Ja, als start eigenlijk, ja, de overdrachtsvoorziening, we noemen ook wel transporttool woonplaatsbeginsel. En nog even het doel in beeld en vet gedrukt eigenlijk het belangrijkste. Het gaat om het overdragen van administratieve gegevens. Dus dat zijn gegevens van om welke jeugdiger het gaat, bij welke aanbieder die zorg heeft en wat het type zorg is.
En de bedoeling van de tool is dat die overdracht tussen gemeenten veilig gebeurt, eenvoudig en op een gecontroleerde manier. En daar hebben we dus zo'n voorziening voor laten bouwen. Nou, dit is het plaatje van het proces. Dat begint eigenlijk, en daar zijn gemeenten al vanaf april mee bezig, dat ze gegevens verzamelen over jeugdigen van wie ze nu weten dat ze per 1 januari onder een andere gemeente komen te vallen vanwege het woonplaatsbeginsel. Er is een format waar je die gegevens in kwijt kunt. En dan het tweede blokje is dat die gemeente dus, en dat kan vanaf morgen, bij de transporttool zijn gegevens kan aanbieden. Dus iedere gemeente of ieder samenwerkingsverband kan daar zijn gegevens inlezen. Dan komen we bij het blauwe blokje helemaal rechts. Dat is de werking van de tool, want wat doet die? Die verzamelt al die gegevens van die verschillende gemeenten. Die shuffelt dat, zodat er weer bestandjes klaar komen te staan voor de gemeente voor wie ze bedoeld is. En dan gaat dat pijltje naar beneden. De ontvangende gemeente kan die gegevens dan ook ophalen. Dat noemen we een verzamelbestand. Hier is dat even schematisch geschetst. Je ziet hier eigenlijk in kleurtjes 3 gemeenten onder elkaar staan. Een paarse, een gele en een groene. En je ziet ook dat die nummertjes die staan dan voor verschillende jeugdigen. En die kleurtjes die zeggen weer iets over de gemeente. Dus die paarse gemeente bovenaan heeft gegevens voor zowel de gele als de groene gemeente. Nou, zo kun je dat zien voor wie dat bestemd is. En die voorziening zit daar als het ware tussen. En die groepeert dat weer keurig per gemeente om op te halen. Dus gemeente 1 krijgt alle gegevens van jeugdigen die bijvoorbeeld gemeente 2 en gemeente 3 hadden aangeleverd. Nou, zo is het eigenlijk. Klinkt heel simpel. Het is ook niet zo ingewikkeld, maar zo werkt die. Wat ik even wel met name bij stil wil staan, is het hoe dat proces eruit ziet. Vanaf morgen, wat ik net zei, de laatste 2 weken hebben we de tool intensief getest. We hebben ook een aantal gemeenten aan meegedaan, waarvoor ontzettend dank. En we hebben afgelopen vrijdag de tool kunnen accepteren. Dus hij wordt vandaag omgezet in productie, zoals dat heet. En dan is die morgen live en dan is die voor iedereen te gebruiken. We verwachten dan ook eigenlijk dat gemeenten deze week hun eerste basisbestand daarin gaan uploaden. En je kunt ook als gemeente, wat ik net zei, een bestand dan ophalen. Maar ik zou zeggen, wacht daar dan nog even mee. Want je weet niet wanneer al die gemeenten klaar zijn met dat uploaden. Dus ik zou eigenlijk vanaf volgende week zeggen van, ga ook een verzamelbestand ophalen, zoals dat heet. Nou, en dan, houdt het daarmee op? Nee, zeker niet. Nee. Vanaf 1 augustus heb ik hier ook staan, staat hij op repeat. Dan moet de gemeente eigenlijk, en ik zou haast willen zeggen, maak er een vaste afspraak van, dat elke eerste van de maand, dus weer 1 augustus, 1 september, 1 oktober, enzovoorts, tot het eind van het jaar, dat elke gemeente dan een nieuw bestand aanbiedt. En dat moet weer een compleet bestand zijn, maar dan wel actueel. Want ja, zoals jullie begrijpen, zullen er nog jeugdigen bij komen. Misschien zijn er jeugdigen die sneller uit zorg gaan, die dan eigenlijk niet overgedragen hoeven worden of de zorg verandert. Dus iedere maand stuur je weer opnieuw een volledig bestand naar die voorziening. En ook dan zeg ik van, zou het handig zijn dat na 2 weken, dus op de 15e van de maand, halverwege die maand, je als gemeente ook weer een nieuw verzamelbestand ophaalt. Krijg je weer alle relevante gegevens. Het enige verschil is dat je dan in het statusveld ook ziet welke gegevens je al had. Dus daar hoef je niks mee te doen. Welke veranderd zijn, daar moet je dus wel wat mee doen. En je ziet er ook een aantal die misschien ingetrokken zijn. Dus die hoef je eigenlijk, die kan je dan weer uit je administratie halen. Nou, Richard heeft dat vorige keer uitgelegd. Het is ook te vinden in de handreiking die morgen ook bij ons op de website staat. Maar zo zijn eigenlijk in de tweede helft van dit jaar de gemeenten iedere maand aan de slag om een update aan te bieden en ook weer een update op te halen. Heel belangrijk. En we hebben dat in het vorige webinar ook al gezegd, maar we kunnen het niet nadrukkelijk genoeg benadrukken of zeggen. Een samenwerkingsverband van gemeenten kan voor alle gemeenten in dat samenwerkingsverband het werk uitvoeren. Dus die kan bestanden aanbieden en die kan ook bestanden weer ophalen. Maar nu hebben wij begrepen dat in sommige regio's toch individuele gemeenten. Dat kan een reden hebben omdat het uitzoekwerk daar lag, of omdat er iets met de autorisatie van de BRP alleen maar lokaal geregeld kan worden.
Dus een uitzondering op het normale berichtenverkeer is hier dat je ook als subgemeente, om het maar zo te zeggen, ook een bestand kunt uploaden of downloaden. Maar, en dat is eigenlijk waarom het zo belangrijk is, dat moet je van tevoren met elkaar afspreken. Dus laat je samenwerkingsverband ook voor jou de gegevens brengen en halen. Prima, maar dan moet je het vooral ook niet zelf doen, want dan gaat die database, die raakt van streek. Want dan kan hij niet meer bijhouden wat de waarheid is. Dus dat moet je vooraf afspreken. Spreek je van tevoren af dat je zegt, nou oké, samenwerkingsverband, doe het maar voor 4 van de 5, maar ik doe het zelf. Dan moet je je daar ook aan houden. Dan blijf je dus zelf iedere keer je bestand aanbieden en haal je ook zelf je eigen bestand op. Dit is heel belangrijk en dat is ook, kunnen wij niet voor jullie doen, dat is je eigen verantwoordelijkheid. Tweede punt is inderdaad, gebruik het juiste gegevensformat. Ik zei net al, die handreiking, het gegevensformat staat er al. Morgen komt er een nieuwe handreiking waarin we ook de bevindingen uit de acceptatietestfase hebben opgenomen. Die kan je daar vinden, lees dat even goed door. Er staat ook een uitleg bij hoe je de verschillende velden, waar die aan moeten voldoen. Dat helpt. Dat is inderdaad in die instructie overdracht gegevens. Los daarvan heeft het inlichtingbureau, en ook dat vind je in onze community, een gebruikshandleiding van de tool. Wat je daarin vindt is gewoon hoe je daar zeg maar inlogt en wie dat kan en zo. Dus dat zijn twee afzonderlijke notities die je kunt vinden. Niet minder belangrijk is dat je als gemeente, als je die gegevens aanbiedt aan die voorziening, dan gaan ze dus naar de gemeenten voor wie ze bestemd zijn. Maar je hebt ook, je weet dan ook precies van welke zorgaanbieders met wie je een contract hebt, welke jeugdigen naar welke gemeente overgedragen worden. En wij drukken jullie daarom op het hart, informeer je zorgaanbieders daarover. We hebben begrepen dat jullie bijna allemaal, of eigenlijk allemaal wel beveiligde mail hebben, zodat je zo'n bestandje in een kluis kunt zetten. Maar aanbieders willen ook heel graag weten wie van hun cliënten, wie van de cliënten van de gemeente waar ze zorg aan leveren, naar wie die gaan per 1 januari. En als laatste, dat geldt ook voor als je een verzamelbestand ophaalt en je ziet opeens, hé, daar zitten jeugdigen bij, die zitten nu bij aanbieders die ik nog niet ken. Neem zo spoedig mogelijk contact met ze op. En dat is eigenlijk ook een brugje naar eigenlijk het thema van dit webinar. Want je moet contractafspraken maken met zo'n aanbieder. En dat moet ruim voor 1 januari. Omdat anders dan, ja, we willen voorkomen dat er een soort hiaat ontstaat. En dat op 1 januari die dingen nog niet geregeld zijn. In het ergste geval heeft de jeugdige dan geen zorg of de aanbieder geen geld. Dus we drukken gemeente op het hart. Zowel de latende als de ontvangende gemeente, informeer je zorgaanbieder. Ja, en dan is een vraag die vaak binnen is gekomen. En dat is namelijk inderdaad wat die aanbieders vragen van, hoe weten wij dan welke van onze jeugdigen straks onder een andere gemeente vallen? Dat is best een lastige vraag. En mensen die 2 weken geleden bij het webinar waren, die krijgen nou toch iets andere informatie in deze sheet. Ik zal het uitleggen. En wat ik net al zei, is dat we eigenlijk de gemeente oproepen om zelf via beveiligde mail door te geven aan de aanbieders waar ze een contract mee hebben, welke jeugdigen bij hen weggaan en naar welke gemeente ze gaan. 2 is dat die nieuwe gemeente, dus dat is al, als ze dat goed doen, dan krijg je als aanbieder dat dus te horen van je huidige gemeente. Ook de ontvangende gemeente moet zo spoedig mogelijk contact opnemen. Dat heb ik net ook uitgelegd. Dat is nog een tweede moment dat die aanbieder ook weet van, hey, die gemeente die neemt die verantwoordelijkheid op zich voor die cliënt. En als laatste is dan nog een sluitpost, eigenlijk de bevestiging via het berichtenverkeer, dat die nieuwe gemeente ook een zorgtoewijzing stuurt, die met ingangsdatum 1 januari. Als de zorgtoewijzing niet afloopt per eind van het jaar, maar dan moet die ingetrokken worden door de huidige gemeente per 31 december. Dat is ook een signaal. We hebben ook gezegd, ja, er staat achter met code 10. Dat zegt een heel veel van jullie misschien helemaal niks, maar wel de mensen die berichten maken. Als je een zorgtoewijzing intrekt, kun je een reden, of dan moet je een reden opgeven. Nou, wij hebben een reden gekozen die niet zo vaak voorkomt, namelijk code 10 staat voor vanwege verandering bekostigingssystematiek. Nou, en in zekere zin
is dat ook wel zo, omdat er een herverdeling van middelen vindt. Maar we hebben vooral die code gekozen, zodat jullie hem ook kunnen als aanbieder kunnen onderscheiden van, hé, dit is kennelijk een jeugdige die vanwege het woonplaatsbeginsel over wordt gedragen. Want daar bestaat geen code van namelijk. Maar als het goed is, heb je dan als aanbieder al lang contact gehad met of je huidige of de huidige en de nieuwe gemeente. Ja, en dan geloof ik dat de aanbieder aan het eind, dan, als hij die nieuwe zoektoewijzing heeft, moet hij natuurlijk ook een startzorg versturen. Nou, ik ga straks duidelijk in de chat en ga kijken of er veel vragen over zijn. Ik denk dat ik nu moet even kijken. Dit was volgens mij mijn laatste sheet. Ja. Dus vanaf morgen ga je bestand uploaden. Haal de instructie en de handleiding van onze website. En heel veel succes. Herhaal dat proces iedere maand. Dat is eigenlijk mijn belangrijkste boodschap. En dan ga ik nu graag terugschakelen naar de studio in Den Haag. Naar Hester Heringa. Jullie kennen haar al van de VNG. Die is ook in de andere webinars geweest. En we hebben vandaag ook een nieuw gezicht. Dus Hananya van Ommen van Jeugdzorg Nederland. Dag. Ja, goedemiddag. Naast mij staat dus Hananya van Ommen. Zo heb je er ook een gezicht bij van Jeugdzorg Nederland. Wij zien een heleboel vragen, Hananya en ik, binnenkomen. Want wij zien de chat lopen. Op het verhaal van Truus. En we willen even twee uitpikken. Veel vragen zijn, wat als ik nu deze week niet klaar ben om mijn bestanden te uploaden? Nou, het liefst zien wij die bestanden zo snel mogelijk geüpload. Maar u kunt dat ten alle tijde doen. Dus ook volgende week, de week erna of de week daar weer na. Dus geen stress als het van deze week niet lukt. Dat even als eerste ook ter geruststelling. En dan nog een tweede opmerking die we ook veel terugzien is... wat als de toewijzing afloopt? Nou weet ik niet zo goed, omdat het dan in een chatvraag staat, wat er met de toewijzing bedoeld wordt. Maar in eerdere webinars hebben we al vaker toegelicht dat het om gaat of die jeugdige nog recht heeft. Dus als hij nu recht heeft en in 2021, dan maakt het niet uit of de toewijzing naar de zorgaanbieder afloopt. Je moet kijken of de jeugdige nog recht heeft. Want die jeugdige heeft recht op zorgcontinuïteit. Voor veel andere vragen laat ik de bal even bij Truus, want die gaat nu via de chat ook nog een flink aantal van jullie vragen beantwoorden. En dan gaan Hananya en ik nu door naar zorgcontinuering en zorgcontractering. Ik denk dat het met name voor de zorgaanbieders wel leuk is dat dit eindelijk een onderwerp is wat ook hen direct betreft. Dus we gaan beginnen. Er is, wat ook al door Dimpje werd aangekondigd, er is een stroomschema. En dat is deze. Misschien wil Henri die even op groot zetten. Want dan is het misschien ook leesbaar voor de mensen thuis. En dit is een stroomschema waarin u in het vak linksboven begint. En dan uitkomt bij een van de vier opties aan de rechterzijde. Is het idee. En ik snap dat dit misschien op uw scherm, wanneer u het op een tablet bekijkt, slecht leesbaar is. Dus ik ga u er eerst doorheen praten. Door alle vier opties hoe u daar komt. En dan aan het einde van de presentatie komt dit stroomschema nog een keer terug. En dan is het denk ik veel duidelijker te volgen. En we hebben dus het 1-2'tje, Hananya en ik. Niet dat u denkt, mag zij niks zeggen. Ja, zij mag gewoon ook praten. Met gewoon samen. Het idee is dat ik presenteer en Hananya de kritische vraag stelt. Yes. Nou, dan gaan we naar optie 1. En wat is optie 1? Optie 1 is eigenlijk is de optie waar je mee begint. De eerste vraag die je stelt, als een jeugdige van de huidige gemeente, dat bedoel ik maar de gemeente die verantwoordelijk is tot 31-12, naar een nieuwe gemeente gaat en die nieuwe gemeente, de ontvangende gemeente, die heeft reeds een contract met de zorginstelling waar de administratief verhuizende jeugdige in verblijft, dan kan uiteraard gekeken worden, goh, en dat is ook wel in de taskforce zorgcontractering en ook in de referentiegroep al aan de orde geweest, goh, als wij nou een enigszins gelijkend contract hebben en zowel de zorgaanbieder als de gemeente, ontvangende gemeente zijn ermee akkoord dat de jeugdige daarin opgenomen kan worden, dan lijkt dit een hele mooie optie. Voordeel is namelijk, je hebt geen tijdelijk contract nodig, je zit niet in een tijdelijke tussenfase, wat je bij heel veel van opties, de volgende opties 2, 3 en 4 wel zit. Dus het is natuurlijk wel zo dat het alleen past als de contracten van de latende en de nieuwe gemeente
enigszins te vergelijken zijn met elkaar. En uiteraard moet iedereen instemmen. Het is niet zo dat die gemeenten dat met z'n tweeën kunnen afspreken en die zorg aan wie daar niks over te zeggen heeft. Het moet een overeenkomst tussen alle partijen zijn. En dan is de volgende vraag eigenlijk, wat moet er gedaan worden voor deze optie? Ja, de volgende moet... Nou, dat betekent dus dat de gemeente, want die neemt in eerste instantie het initiatief, die neemt contact op met de zorgaanbieder om te kijken of zij deze jeugdige in een bestaande contract kunnen overbrengen. De zorgaanbieder stemt hier dan hopelijk mee in. En bij wederzijdse overeenstemming stuurt de nieuwe gemeente een zorgtoewijzing naar de zorgaanbieder met ingangsdatum van 1 januari 2022. Nu geldt eigenlijk ook de vraag voor deze optie, maar ook voor de andere optie, van wat als gemeente er nou niet uitkomen samen, of als gemeente met zorgaanbieder er niet uitkomt. Ja, nou ja, even bottom line is, één van de opties moet werken, want er moet een contract komen tussen een nieuw ontvangende gemeente en de instelling waar de administratieve huis in de jeugd zit. Dit is wel de optie die kan afvallen, dus als dit nou niet lijkt te passen voor of de gemeente of de zorginstelling, dan valt deze af en dan gaan we dus naar stap 2. Dan staat er onderaan nog een puntje, vaststellen welk deel van de zorg eventueel in 2022 nog resteert. Zoals net al werd gezegd, we zijn hard bezig geweest om dit stroomschema uit te werken. We komen na de zomer nog terug met een webinar op 16 september, waarin we ook de details nog wat meer zullen benadrukken. En dat is onder andere bij dit deel, want hoe stel je nou vast welk deel nog resteert? Bij bijvoorbeeld outputgerichte bekostiging. Ligt dat initiatief bij de zorgaanbieder, bij gemeente? Doe je dat samen? En hoe bepaal je welk deel er nog overblijft? Dat zijn vragen waar we dus na de zomer op terugkomen. Ja, dat is een mooi bruggetje. Want deze keuzehulp, die hebben wij ontwikkeld. Met het hele projectteam en veel andere mensen. Maar hij is nog niet geheel af. Hij is wel dusdanig afgestemd dat we hem durven te presenteren, want dit wordt de lijn. Er zijn wel nog wat open eindjes en daarvan is onder andere deze er één van. En daar hopen we dus in het webinar op 15 september? 16 september. Ja, nooit verkeerd, daar 16 september op terug te komen. En dan hopen we ook, zodra we meer informatie hebben, dan publiceren we het op in de groep. En dan kunt u het daar ook vinden. Nou, dan gaan we nu door naar de volgende optie. Ja. Ik ga even terug naar het beginscherm om het even duidelijk te maken. Wat we nu hebben gedaan, je hebt helaas geen rood dingetje. Maar we zijn dus begonnen. Heeft de nieuw verantwoordelijke gemeente al een contract met de zorgaanbieder? Ja, als dat zo is, sluit het dan aan en zijn we het onderling eens, dan kom je uit bij optie E. Die hebben we net besproken. Als het nou niet zo is, dan kan je de vraag stellen. En dat is de tweede keuze. Kan de nieuw verantwoordelijke gemeente het contract van de huidige gemeente eigenlijk 1-op-1 overnemen? Dit is over geen subrogatie voor de juristen, maar dit gaat erover, zou je het contract eigenlijk gewoon de contractpartij laten de gemeente kunnen vervangen door een nieuwe gemeente en laten tekenen en dat je dus niet hoeft te onderhandelen over contractvoorwaarden of dergelijke. Dat is een grote voordeel wat je hier eigenlijk onmiddellijk al voelt. Je kunt gewoon de ene gemeente doorspreken, de andere invullen en met de handtekening eronder. Er verandert dan niks voor de zorgaanbieder, of nou ja, alleen dat ze ergens anders factureren. Maar het is een administratief heel lichte optie. Ja. De vraag is alleen, wanneer is dit zo? Ja. Wanneer zijn die contracten 1-op-1 hetzelfde? En eerst hadden wij, want het is dan wel leuk ook hoe zo'n proces gaat. Eerst hadden we hem helemaal weggestreept, deze optie. Dachten we, dat is eigenlijk nooit zo. Maar er zijn gemeenten die uiteraard samenwerken in een samenwerkingsverband. Harde of zachte samenwerkingsverband. En die dus wel dezelfde contracten hebben. Dus vaak wanneer het, of de kans is er dat wanneer het in de regio blijft, dat het dan dus toch dit een optie zou kunnen zijn. Daarom hebben we hem erin laten staan, omdat hij dus heel veel voordelen heeft, maar waarschijnlijk heel weinig voorkomt. Ja. Nou ja, wat is hiervoor nodig voor deze optie? Nou ja, wat jij net al zei, 1-op-1 overnemen van het contract. Dus eigenlijk wordt alleen de gemeente aangepast. En verder zijn de vervolgstappen een beetje hetzelfde als de vorige optie. Dus de zorgaanbieder stemt hier weer mee in. En bij wederzijdse overeenstemming wordt er een nieuwe toewijzing gestuurd. En wordt de huidige toewijzing ingetrokken. Ook wordt er een nieuwe beschikking gestuurd naar de jeugdige. En ook hier komt weer het puntje van dat er vastgesteld moet worden welk deel nog resteert in 2022. Ja. En daarbij ook misschien nog de opmerking. We zijn ook nog aan het kijken wat betekent dat nou voor de financiële verantwoording van zowel gemeente als aanbieder. En dat zijn allemaal vragen waar we dus na de zomer op terug op te komen. Yes. En Michelle die vraagt in de chat, wat is het verschil tussen optie 1 en optie 2? Bij optie 2 heeft de ontvangende gemeente geen contract
met de zorgaanbieder. Dus die jeugdige, die, ik heb hier een leuke jeugdige, die woont in een, die woont in een instelling. Die woont hier. En in de eerste optie heeft de ontvangende gemeente reeds een contract met deze zorginstelling. In optie 2 is hier nog geen contract. Dus neemt eigenlijk deze ontvangende gemeente het contract over van de latende gemeente. Om het ook maar even digitaal visueel te proberen maken. Voor mij is dit dan dit is het verschil tussen optie 1 en 2. Bij optie 2 is er dus geen contract reeds tussen de ontvangende gemeente en de zorgaanbieder. Nou, dan gaan we nu naar de derde optie. Ga ik ook even terug naar de overgangssheet. Dat is volgens mij wel handig voor de lijn in het verhaal. Hier hebben we dus nu gehad het middelste blokje, eigenlijk het middelste groene blokje. Kan de nieuwe verantwoordelijke gemeente exact hetzelfde contract afsluiten met de zorgaanbieder als de huidige gemeente? Als het antwoord een ja op is, dan heeft die optie de voorkeur. Dus dan hebben we optie 1 en 2 gehad. Zijn die allebei afgevallen? Dan komen we bij de middelste, onderste groene vraag. En dat is, eindigt de zorg naar verwachting binnen een jaar? Dus eigenlijk is het kort of langdurende zorg, maar het gaat echt over een jaar. Dus duurt het nog langer door dan 2022 of niet? Nou, eindigt de zorg binnen een jaar, dus ergens in het jaar 2022, dan komen we uit, en ik denk dat dit een hele mooie optie is, dan komen wij dan komen we uit bij optie 3. En optie 3, dat is dat je het contract laat doorlopen bij de huidige verantwoordelijke gemeente. Dus de gemeente die tot 31/12/2021 verantwoordelijk is, die heeft reeds een contract met die zorgaanbieder, waar die administratief verhuizende jeugdige verblijft. En die houdt dat contract ook gewoon. En de nieuw verantwoordelijke gemeente, die betaalt achterlangs, onderlangs de huidige gemeente. Of sorry, de gemeente die tot 31/12 verantwoordelijk was. En want die zou daar dus eigenlijk niet meer voor hoeven te betalen, maar die doet dat dan dus wel. Dus die nieuw verantwoordelijke gemeente vergoedt als het ware die kosten. Waarom hebben we hiervoor gekozen? Dit is een hele lichte variant. Ook in het berichtenverkeer aanpassen. Het is alleen, het klopt natuurlijk niet helemaal. Dus we moeten een aantal dingen hiertoe regelen. Daar kom ik zo ook even op. En dat zijn best wel wat dingen die je moet regelen. Die liggen over de naam aan gemeentekrant. Dit is met name voor zorgaanbieders een relatief comfortabele oplossing. Er moeten wel wat dingetjes voor gebeuren. En het is met nadruk een tijdelijke oplossing. Daarom hebben we ook gezegd, alleen voor de jeugd waarvan je verwacht dat de zorg in 2022 stopt. Dus er zijn een paar dingen die je natuurlijk dan moet regelen. Want onder andere, stel dat ergens, ik noem maar even maart 2022, de jeugdige een nieuwe beschikking zou moeten krijgen. Dan moet dus de gemeente die inmiddels niet meer verantwoordelijk is, de gemeente die nu wel verantwoordelijk is, maar alleen achterlangs betaalt en eigenlijk nog geen relatie meer met de jeugdige, wel de jeugdige informeren. Dus we moeten hier wel wat dingetjes voor inregelen, maar het lijkt een relatief comfortabele optie. Even Merel, die vraagt in optie 3, dan moet je dus veel geldstromen tussen gemeenten laten lopen. Ja, dat klopt. Ja. En omdat we weten dat zo is, hebben we ook gezegd, het is echt een tijdelijke optie. Ik ga even naar het volgende sheet, wat je hier allemaal voor zou moeten doen. Wat je hiervoor moet doen, is dat je onder andere, je moet een titel creëren. Want die latende gemeente, die heeft wettelijk gezien, formeel, juridisch, geen verantwoordelijk meer voor de jeugdige. Dus die nieuw verantwoordelijke gemeente, die moet een titel geven aan de gemeente die de uitvoeringstaken nog doet. Wat tot 1/12 de verantwoordelijke gemeente was. Bijvoorbeeld mandatering. Zo zou je het kunnen doen. We zijn nog niet helemaal uit. Dit zijn een van die uitzoekdingen. Ja. Hoe het dan heet. Wat we inmiddels wel weten is, en dat is eigenlijk het positieve, ik weet niet of er ook fiscalisten onder de luisteraars zijn, is dat het niet, dus zeg maar de zorg aan zich is niet btw-plichtig, anders was deze optie namelijk een no-go. En dat is eigenlijk een beetje het groene licht wat wij pas vrijdag hebben gekregen. Er moet wel wat dingetjes voor gebeuren dus. Het landelijk accountantsprotocol moet nog worden aangepast. En een heel belangrijk ding, en dat is met name een ding voor de zorgaanbieders, is dat voor de financiering de zorgaanbieders de verantwoordelijke gemeente wel moeten opgeven. En niet aan de, voor de beleidsinformatie aan het CBS en niet de betalende gemeente. NB, dit werken wij allemaal nog uit, want ik snap dat er ontzettend veel informatie is, vooral over deze optie. Het gaat vooral over de basis van de optie toelichten. En dat is, zoals je hier kunt zien, de huidige gemeente die houdt gewoon het contract met de zorginstelling en de nieuw verantwoordelijke gemeente betaalt de huidige gemeente. Dat is eigenlijk de basis van deze optie. Ja.
Nou, even kijken of we nog een aantal vragen zien. Ja, ik zie dat er veel vragen binnenkomen en terechte vragen ook, denk ik. Dus dit is ook een van de opties waarin we echt nog een aantal dingen moeten uitzoeken. Ja. Vraag is bijvoorbeeld ook, wat doet dit met budgetplafonds? Als een oude of een nieuwe gemeente met budgetplafonds werkt, hoe verreken je dat? Ik zie inderdaad vragen over accountantsprotocol voorbij komen. Allemaal terechte vragen. En ook, misschien goed om nog heel erg te benadrukken, dit gaat echt om de kortdurende trajecten. Ja. Dus het gaat echt, als je al ziet dat een jeugdige bijvoorbeeld tot februari een traject heeft lopen, dan is het fijner om het uit te laten lopen en dan weer een heel nieuw contract te gaan afsluiten. Ja. Even kijken of we nog wat vragen kunnen beantwoorden. Anders gaan we door naar optie 4. Hier zijn wel veel vragen over deze optie. Even kijken of we dus nog wat kunnen beantwoorden. Ik ga even door naar optie 4. Optie 4 is de optie dat optie 3 dus niet kan. Dus dat de zorg naar verwachting langer doorloopt dan 2022. En dan kom je bij de vierde optie over. En dit is de optie, wat je net in het begin vroeg. Als je er nou niet uitkomt onderling, dan vallen 1, 2 en 3 kunnen afvallen. Dat is prima. Maar dan moet je eruit komen in optie 4. Want er moet een contract komen of een betalingstitel. Er moet in ieder geval betaald worden een zorgaanbieder. En optie 4, dat is... heb je hier? Heb je ogen dicht of ben je draaien? Optie 4 is sluit een. Dit is een beetje een contradictio in termen, maar standaard maatwerkcontract uit. Maar wat we hiermee bedoelen is dat je dus individueel afspraak moet maken tussen de ontvangende gemeente en de zorginstelling waar de administratieve verhuizende jeugdige zich bevindt. Dus je moet een afspraak gaan maken en die afspraken, wat we daar. En daarop staat er standaard maatwerkcontract. Het is dus per jeugdige maatwerk. Maar wij proberen een standaard te bieden, een soort invulformat, waarin je zoveel mogelijk duidelijkheid al geeft. Dus dat je niet helemaal hoeft te beginnen op een blanco vel met de partijen komen overeen dat, maar dat eigenlijk alles al klaar staat. En met name de bedragen, de eenheden, de duur en dergelijke. En wat dat soort zaken, die moeten dan ingevuld worden. Dus, en hier heb je dan wel een goede contractuele relatie. Het klopt direct, juridisch juist. Dus je hebt veel minder van... De optie 3, geldstromen die heen en weer gaan en dergelijke. En je hebt ook meer ruimte om het anders te doen dan het nu was. Hier moet je dus wel, wat wij hier nog voor moeten doen, even ook voor ons werk zeg maar, tot in september. Er moet dus een landelijke modelovereenkomst komen met van die invulvelden. Ook hier moet je natuurlijk je zorgtoewijzing weer intrekken en uiteraard ook een nieuwe sturen. Wat je hier ook moet doen. Is dat je als gemeente, als ontvangende gemeente, een beschikking stuurt naar de overgedragen jeugdige. Zodat die jeugdige ook weet en zich ook ergens op kan beroepen. Ja, dus dat is dan ook van groot belang. Ja. Vragen? We proberen natuurlijk wel om dat modelovereenkomst zeg maar, zoveel mogelijk, op het moment dat het zeg maar, dezelfde type zorg is, dan proberen we wel die jeugdige daaronder te brengen. Dus als het kan, proberen we dat voor zoveel mogelijk jeugdige te laten gelden. Zodat het aan beide kanten zo min mogelijk administratieve lasten zijn. En je niet voor elke losse jeugdige dat hoeft te gaan doen. Een aantal vragen misschien nog even eentje terug, als je dat zou kunnen doen. Jazeker. Over de onderaan staat de vertaalslag nodig naar PMLQ. Ook daar is nog even de vraag van, hé, hoe gaan we dat doen? Wie gaat dat doen? Waarop baseer je dat? Is dat op gegevens uit het verleden of uit wat je denkt nog te gaan doen per productcode? Typisch dingen die wij van de zomer gaan uitwerken en waar we na de zomer met een antwoord komen. Ja. En eigenlijk even nog voor alle opties, wat we aan het begin al zeiden, maar goed om te herhalen, dat je er samen naar gaat kijken. En als je samen vindt als gemeente en aanbieder dat het een passende optie is, dan kan je voor die optie kiezen. Ja. Even kijken of we nog goede vragen in de chat zien. Zullen we misschien... Ja. Nu gaat hij... Ja, dit is niet zo goed. Dit is voor ons heel lastig. Er zijn twee dingen lastig. Wat wij vertellen loopt eigenlijk 2 minuten voor op wat jullie intypen. Dat is het lastige soms. En het is gewoon heel moeilijk om dit te lezen en jullie erin mee te nemen. Dat heb ik in ieder webinar wel eens geprobeerd en het werd nogal chaotisch. Dus ik wil eigenlijk toch kijken of als je nog een goede vraag hebt om het hierbij te laten. Misschien nog heel even het totaalplaatje nog één keer. Ja, het totaalplaatje even zien. Kunnen zien. Dat is deze. Dus deze staat overigens ook in de bestanden op zorgcontinuïteit en zorgcontractering.
En hij wordt dus aangevuld met heel veel dingen. En in de Q&A zullen we zo goed als mogelijk al jullie vragen uit deze chat beantwoorden. Dus dat. En die nemen we mee naar het volgende webinar. Ja. Oké. Dan geven we nu weer het woord aan Dimpy. We moeten natuurlijk logistiek eruit. Wacht even. Mag je wel eventjes een dingetje voor de PowerPoint? Ja, echt terug. Nou, we zijn hiermee dan ook alweer, lopen tegen het einde van het webinar. Het is een wat korter webinar als de andere, maar dat is ook wel zeker prettig. Er werd nog een vraag gesteld. Het volgende webinar is 16 september. Dan gaan we op deze materie nog dieper in. Dan hebben we ook meer uitwerking. Dat is donderdag 16 september van 10 tot 11. Wij gaan morgen, uiterlijk overmorgen, krijgt u van ons een mail met daarin de terugblik naar dit webinar. De link naar YouTube waar je dit webinar kunt terugkijken. En daar vindt u ook de PowerPoint bij. En dan zullen we ook meteen de aanmeldlink daarbij voegen voor het volgende webinar op 16 september. Daarnaast is wat mijn collega's ook al zeiden, er zijn veel vragen gesteld. Een aantal vragen hebben we in de chat proberen te beantwoorden. Truus heeft ook al regelmatig wat vragen beantwoord. En ze had ook toegezegd dat ze de vragen zou beantwoorden over de gegevensoverdracht. Maar omdat zij zojuist van browser is gewisseld, kon zij niet meer terugscrollen in de vragen. Dus dat was lastig, maar we gaan de vragen wel zo spoedig mogelijk beantwoorden. Als u 2 weken geleden heeft deelgenomen aan het webinar, dan weet u dat u de Q&A van dat webinar ook nog niet hebt ontvangen. Die vragen kregen we vandaag ook. We zijn bezig met die vragen ook te beantwoorden. En deze vragen die vandaag zijn gesteld, die voegen we toe. En die gaan we u zo spoedig mogelijk toesturen. En wij zijn heel erg blij met uw vragen. We nemen even de tijd om ze rustig te en goed zorgvuldig te beantwoorden. Maar de vragen van u houden ons ook weer scherp. Ik kijk nog heel even naar de chat. Zijn er nog een aantal zaken die we nu nog kunnen beantwoorden? Dan ga ik nog even komen op de planning. Nou, dat is wat ik net zei. Dit is het vierde webinar. 16 september, donderdag 16 september van 10 tot 11 hebben we het vijfde webinar. Als u op onze website bent, ketenbureau-isociaaldomein.nl, kunt u alle webinars terugkijken. En u vindt daar ook de PowerPoint-presentaties van alle webinars. Dit is de allerlaatste sheet. Wij gaan nu het webinar is hiermee tot het einde gekomen. Maar wij laten de chat nog een minuut of 10 openstaan. Zodat u nog, als u nog vragen heeft, die u nog in de chat kunt stellen. En dan nemen we die nog mee met de beantwoording van de vragen. En dan wil ik u allemaal bedanken. Ik kijk nog even naar links en naar rechts. Dus dank iedereen voor de voorbereiding van vandaag. Dank u voor Henri voor de facilitatie van VNG. En dan tot binnenkort. Tot ziens.